Hoi, wat leuk dat je kijkt naar deze nieuwe weekvlog. Het is vandaag maandag 21 oktober. Of december, zo. Ik ben echt net wakker. Ik ben weer liggen in een hotel. Had je ook wel in de vorige weekvlog kunnen zien. Ik ga even aan jullie mijn ontbijt laten zien. Je kan natuurlijk nu niet meer eten in een restaurant. Dus om 7 uur 's ochtends werd er een tasje met eten aan ons deur gehangen. Ik werd er ook van wakker. Ik heb sowieso een beetje slecht geslapen. Ik heb echt heel erg nekpijn, want dat kussen is super dik. En ik slaap normaal echt op een plat kussen, dus ik kon er niet echt aan wennen. Dan heb ik een stijf nek. Nou, dit is dus het tasje wat we hebben gekregen. We hebben allebei een croissant. Dan dit. Yoghurt. Kaas. Keizerbol. Oh, dat kunnen we dan... Oh, en een cracker. Nou, Tigo die is blij, denk. Mueslireep. Wow, nice. Tigo, hagelslag voor jou. Wow, ze hebben allemaal gedacht. Ja, ook roomboter. Smeerkaas. Nou, ik denk dat ik dit gewoon allemaal mee naar huis neem. Jam. En dit eitje, dat lust ik wel. Doe een duimpje omhoog als je zin hebt om deze week weer mee te kijken. Ik ga nu eten en ik ga even mijn mond houden. Ik ben moe, dus ik heb geen zin om te praten. Heel veel kijkers hier. We zijn alweer een tijdje in de stad. Het regent alleen. Maar goed, we zijn hier van suiker. Ik heb even een gingerbread latte gehaald. Ik weet niet wat het is. Iets met speculaas. En een cadeautje voor Sinterklaas. Of kerst. We zijn echt helemaal nat van de regen. Maar daar zit Van Dobben. En we hebben een broodje. Welke is van mij, deze? Ja. Ik heb zo'n broodje half om. Dat is dus met pekel en levervlees. En ik weet nog wel, de eerste keer dat ik naar Amsterdam ging was met mijn oma. En toen had ik dit dus op. Hier zo. En dat vond ik toen helemaal lekker. Dus ik dacht, dat ga ik nu eventjes eten. Kijk, dat is dus dit. Mm. Echt lekker. Tigo, wat heb jij? Ik heb een broodje dobbelkroket zit hierin. Yummy. Inmiddels is het avond en ben ik alweer een tijdje in mijn kantoorpand. We waren best wel vroeg al uit Amsterdam gegaan, omdat ik best wel nog wel wat te doen had. En je had daar toch niet veel te doen, het regende, dus we waren er een beetje klaar mee. Maar toen wilde ik dus heel leuk mijn verzendlabels gaan kopen en toen bleek dat dat niet meer kon. Ik zit dus bij een soort partner van PostNL, dat ik zo in één keer mijn zendingen kan importeren. En dan hoef ik alleen maar een huisnummer nog in te typen en dan kan ik het zo hup invoeren. Want het kost heel veel tijd om alles zeg maar handmatig in te typen. Dus hij gaf heel de tijd een foutmelding. Dus ik ging bellen. Toen bleek het dus dat er zoveel pakketten zijn bij PostNL dat ze letterlijk een stop hebben ingediend. Of gestart, of weet ik veel hoe je dat noemt. Dat er dus geen labels meer konden worden aangemaakt. Dat is echt niet normaal. Pas morgen weer. Dus nu heb ik gewoon bij DHL al die pakketlabels gemaakt. Terwijl ik niet eens meer met dat bedrijf verzend. Kan je nagaan. Maar dat moest ik gewoon echt doen uit nood. Dus ik ben uren bezig geweest met die labels maken. Dat is echt niet normaal. Dus ja, het loopt allemaal een beetje uit de hand. Maar ja, dat komt dus omdat alle winkels dicht zijn. En iedereen gaat massaal online bestellen. Het is al de drukste tijd van het jaar. Nu wordt het nog drukker. Er stond dus dat PostNL nou echt dagelijks 2 miljoen pakketten bezorgd. Dat is echt gestoord. En ik begrijp het wel. Dat het veel, veel te druk is daar. En ja, dat kunnen ze gewoon niet aan. Dus dan proberen ze oplossingen te bedenken. Dus ze hebben dus bij die partner waar ik dan zit een bepaald aantal verzendlabels wat je kan aanmaken per dag. En dat zijn er heel veel. En die limiet was dus al lang verstreken. Dus daarom kon ik geen labels meer bestellen of kopen. Echt bizar. En op de PostNL site kon het dus ook al niet. Vandaar heb ik maar even voor een andere vervoerder gekozen. Dus wij gaan nu alle pakketten even wegbrengen. En dan naar huis. En dan gaan we zelfgemaakte pizza eten. Maar het is echt zo bizar, joh. Dus die vrouw zei ook die ik aan de telefoon. Want ja, ik werk hier al heel lang, maar ik heb dit nog nooit meegemaakt. Zo, je ziet het aan. Ik ben knalrood. Ik ben super moe. Het is echt niet leuk. Ik ga zo eventjes douchen. Maar ik weet waarom ik moe ben. Want ik heb zo slecht geslapen vannacht. Het is echt niet normaal. Maar jongens, ik ga eventjes vakjes openmaken uit de kalender. Welke dag is het? 21ste. Dus dan 20 en 21, Tigo. Even kijken. Oh, hier is 21. Zou ik gewoon gelijk 21 doen? Oeh. Ik heb geen evenwicht hier. Ik kan niet zo in het ding. Ik ben helemaal aan het shaken. Yes, porridge. Porridge? Dat is havermout. Vind jij die lekker, Pico? Even kijken. Porridge met, met witte chocola en blueberry. Oké, okay, en 20. Die had ik gisteren denk ik ook niet geopend. Denk ik. Oh, hier is 20. Ik had hem inderdaad niet geopend. God, ik heb geen evenwicht hier. Even kijken. Oh. Dit is muesli met cashewnoten. Geinig. En banaan en kers.
Kijk. Zo, het is dinsdagavond, toch die? Klopt. We hebben een drukke dag gehad. Veel bestellingen ingepakt. En Tigo heeft deze week trouwens op vakantie. We hebben verder ook gewoon even uitgeslapen zo. En het is zo koud hier binnen. Want dit huis is natuurlijk niet geïsoleerd. Dus we zijn heel de dag weg geweest. En nu komen we terug. En nu is het hier dus echt super koud. Het is wel geïsoleerd, maar niet heel goed. Nou, het is hier net buiten. Dubbel glas en zo gemaakt. Dus ja, ik heb het in ieder geval erg koud. En ik heb trek, dus ja, dat werkt heel lekker mee. Maar we hebben weer even eten gehaald. Happy Italy, pasta. Ik heb deze pasta, ik neem altijd Sicilianen. Maar ik wil altijd met tigliatelle. Maar daar hadden we nu geen keuze uit. Alleen naar pennen en spaghetti. En Tigo heeft courgette. Eet smakelijk. Goedemorgen, het is vandaag woensdag en ik sta bij het raam, want ik ga een vakje openmaken uit de kalender. Gisteren heb ik het niet gedaan volgens mij, dus vandaag ga ik 2 vakjes openmaken. En ik moet vandaag nodig gaan editen, ik stel het maar uit. Nummer 22, dat was gisteren, dus die gaan we even openmaken. Wat is dit voor lekkers? Muesli! Oh, met witte en bruine chocola. Ik heb wel echt veel muesli gehad voor me deze maand. Oké, nu nummer 23. Zo, die is groot, jongens. Gewoon bijna aan het einde van de maand. Wow. Wow, wat is dit dan? Mega. Ik vind het zo'n leuke kalender. Echt, wat is dit? Oké. Okay. Wow. Topping Supermix. Is dat lang? Topping. Ik weet niet wat het is, maar misschien is dat soort van om nog extra op yoghurt of zo te doen of havermout. Oh, supermix. Dat is van die soort van superfood. Er zitten goji bessen in en chiazaad en dingetjes. Super lekker. Dat is ook lekker voor in je havermout en zo. Ik heb hier letterlijk een hele muesli verzameling. En dit is nog niet eens alles natuurlijk. Dit is maar een deel. Oké, jongens, ik heb jullie dit nog helemaal niet verteld. Met Tigo en ik hebben dus een coronatest gedaan. Zo'n sneltest. Want ja, ik had dus best wel last van mijn keel. En ik ben helemaal verkouden en zo. En spierpijn. Dus wij hadden zoiets van shit. Alleen het is natuurlijk morgen is het kerstavond. En we dachten van ja, we moeten ons echt laten testen. Want dadelijk hebben we echt corona. En dan hebben we gewoon een probleem. Want we gaan niet iedereen lopen aansteken. Maar we zijn dus negatief. En daar ben ik blij mee. Maar ik ben altijd verkouden rond deze tijd. Maar ja, nu is het echt van oké, je kan ook corona hebben natuurlijk. Dus ik wilde gewoon geen risico nemen. Maar we hebben het lekker niet. Dus koek kussen. Grapje. Nee, maar het is wel heel erg voor de mensen die het wel hebben. En nou, ik ben blij dat ik het in ieder geval niet heb. Jij? Ik ben wel blij inderdaad. Kunnen we gewoon nog net voor kerst. Ja, daarom dacht ik ook, nou, dat wordt een eenzame kerst, maar dus niet. Het is inmiddels avond en ik ga Tigo's haar knippen. Ja, knippen. Sorry dat ik zo raar doe trouwens, maar ik heb zoveel pijn in mijn nek en schouders. Ik word er echt helemaal gek van. Maar ik ga hem nu niet met de tondeus doen, maar ik ga alles knippen. Heer gedekt, noemen ze dat in de kapperswereld. Want Tigo's haar is nu wel erg lang. Dus we kunnen alles op de vingers doen. Maar dan mag wel een stuk af, want het is een beetje, het zit elke keer helemaal zo. Keep all your games, highs and lows, highs and lows. Het is inmiddels 22:30 en om 22:00 was er een postbezorger nog geweest. Bizar. Want ik heb een cadeautje voor Tigo gekocht. En Tigo heeft een cadeautje voor mij gekocht voor kerst. Die is voor morgen, want morgen gaan we naar Tigo's vader. En dan gaan we, dan hebben we loodjes getrokken. I'm nervous. Heeft hij wel goed licht? En de achterkant is heel erg leuk. Met wit hoop ik. Ja, maar kijk, het is dan. Dit vind ik heel leuk dat het boven zo en dan is het zwart en dan de achterkant zo, weet je wel. Nou, moet ik hem even aan. Kijk hoe leuk, het is maat L. Ja, tof. Heel erg leuk vind ik deze. Want ja, ik had je natuurlijk toen ook een Calvin Klein trui gegeven en die had je ook jaren aan.
Hey. Deze wilde ik heel lang. Alsjeblieft. Dankjewel, Kerstman. Alsjeblieft, Kerstvrouw. Of Kerst. Ik ben Kerstvrouw, jij bent Kerstman. Ja, hij is helemaal blij. Nu al. En ik weet Tigo's cadeau al, want hij had de factuur hier heel slordig neergelegd. Ik zocht mijn eigen factuur, want ik moest wel betalen. En toen zocht ik dus mijn factuur. En toen zag ik een wit blaadje en toen pakte ik hem en toen kwam ik achter wat het cadeau van mij was. Hij staat je heel leuk. Let niet op de onderkant, maar... Oh, hij staat je heel erg leuk. Hij is heel stoer. Ja, ja. Ja. Wacht even. Ja, maar ik vond deze gewoon super leuk dat je dan dat op die achterkant... Ik trek hem even goed hoor. Zo. Heel leuk vind ik dit. Jongens, vind je... Het is... Kijk, kijk, kijk. Kan je je hoofd omdraaien? Dan zie je het misschien. Ja, ik hou heel veel van. Ja, ik... het staat je ook heel stoer. Ja. Hij staat perfect. Ja, hij zit perfect. Perfecte cadeau dit. Dankjewel, Keesman. Alsjeblieft. Kijk, dames en heren. Ik heb ook een cadeautje voor Julia. Met een strik erop. Die strik die valt er gelijk af. Wat ik weet. Dat zal vast wel zijn. Ik weet het al, jongens. Helaas weet ik het al. Hey, Black Ocean. Die had je toch nog niet? Nee, die heb ik zeker nog niet. Maar die wou ik altijd wel. En ik ben altijd heel zuinig met mijn luchtjes. Want alle luchtjes die ik van jou heb gehad, heb ik nog. Maar deze blijkt dus echt heerlijk te zijn, hè? Ik heb research gedaan. Top 10 beste vrouwelijke geuren. Ja, ik wist het. Ik, Tigo, ik wist gewoon dat hij een luchtje had. En toen ging ik geraden. Hij zei, ja, het is kruidig en zwaar. En toen zei ik, oh, dat is zeker een Black Opium. Omdat ik dacht, van die staat volgens mij in zo'n top. En volgens mij is die zwaar. En, ik had, en toen zag ik aan zijn gezicht. En toen kwam ik dus ineens een factuur tegen. En dacht, oké, ik heb het geraden. Ik dacht ook 50 mini. Hoeveel is dit? Dit is... 30. Hij is wel heel mooi. Goedemorgen, het is vandaag donderdag en ik had echt het gevoel dat het vandaag vrijdag was. Omdat het vanavond kerstavond is en waarom denk ik dat het dan vrijdag is? Ik dacht gewoon dat het een vrijdag was. Maar dat is het niet. Het is vandaag de 24e en ik ga even weer een vakje openmaken uit de kalender. En daarna ga ik naar mijn kantoorkant toe. Want mijn vlog moet verslagen worden. En daarna komt Ivy, Tigo zusje. Het is nummer 24. Het zal er nog zijn. Oh. Tree of Tea to Go Bottle. Oh, misschien is dit waar je diverse thee in kan doen. Wauw. Wow, deze is echt zo mooi. Wauw. Wauw, Tigo, deze is echt mooi. Hij is van glas. En hier heeft hij heel mooi... roze rosé kleurtje. Je kunt dus diverse theeën doen. Nou, ik ben hier mega blij mee. En je kunt het dus ook als koude thee meenemen, maar als warme thee. Wow, echt zo. Dit is echt must have voor mij. Oh, je bent al weg. Kijk deze. Wow. Dit is voor thee. Weet je wel, verse thee te doen om mee te nemen. Hey, ik ga even... Tigo gaat hard lopen. Hij wel hoor. Ik niet. Ga een spuugje nou op me. Nee. Oké, doei. Geen ding, alles dicht. Nee. Inmiddels ben ik alweer de hele dag in mijn kantoorpand. Ik heb vanmiddag even wat pakketjes ingepakt. En toen kwam Ivy. Toen zijn we samen even de pakketjes wegwezen brengen. En net hebben we de hele tijd tussen alle kledingrekken staan kijken. En Ivy heeft heel veel leuke dingetjes gepast. En we hebben ons even omgekleed. Ik heb alvast een beetje make-up opgedaan. Ik ga zo Ivy de haartjes doen. En misschien gingen we nog een TikTok maken. Even kijken hoe het loopt. Maar kijk jongens, hoe leuk is deze velvet dress. Die heeft ze dus gekocht en die gaat ze nu gewoon gelijk aandoen natuurlijk. Echt heel erg leuk. En ik heb deze jurk aan vandaag. Dit is de spotted leopard dress van mijn webshop. Als je hem ook wilt, zou ik je wel even aanraden om een maat kleiner of groter te nemen. Anders wordt hij een beetje krap. Maar ik vind hem wel echt super leuk. Hij is ook lekker gedrapeerd. Dus ik ga nu Ivy de haar doen. Nou jongens, Ivy de haar is gekruld. Echt super mooi. Ik zal het zo even laten zien, want ze is nu even highlighter aan het opsmeren. Kijk hoe mooi jongens. Oh my god. Ik vind dit echt mooi. Goedemorgen.
Goedemorgen, het is vandaag vrijdag, eerste kerstdag. Ik heb mezelf opgetut, ik kijk even in het schermpje. Lijkt net alsof ik een clown ben met die rode lipstift. Ik weet niet, ik vind dat dus altijd zo lelijk bij bestaan. En ik heb denk ik echt 10 verschillende MAC lipstiften. De ene is weer heel felrood, de andere is weer donkerder rood. En ik wist totaal niet welke ik op moest doen. Ik heb die gewoon maar laten kiezen. Maar ja, het is wel mooi gedaan, maar ik weet niet of het wel iets voor me is. Ik zal dadelijk eventjes goed mijn outfit laten zien. Ik heb even mijn badjes eroverheen. Want ik heb het een beetje nodig. Maar we gaan zo eerst naar mijn vader toe. We zouden dus eerst naar mijn oma gaan. Maar die is dus helaas ziek geworden. Ze heeft ook een test gedaan. Ze heeft gelukkig, net als wij, geen corona. En, maar ja, ze is wel ziek. Dus ze voelt zich niet goed genoeg om ons te ontvangen, zeg maar. Dus we gaan eerst naar mijn vader. Middag eten. En dan gaan we naar Tyrus' moeder. Gisteren waren we trouwens bij Tyrus' vader. Dat was ook heel leuk. Ik heb eigenlijk helemaal niks gefilmd. Het was ook heel druk. Iedereen zat te zingen en zo. Dus het was een beetje rommelig om te filmen. Maar ik heb deze van Tycho gehad, de Black Opium. En dat ga ik nu opdoen. Maar het is zo'n klein flesje en dan vind ik dat altijd heel zonde. Dus dan doe ik het altijd op speciale gelegenheden. Hij ruikt wel heel lekker, zeg. Oh, love it. Heerlijk. Echt. Hier, leuk. Oeh, zo, hallo, daar ga ik bijna. Deze jurk die ik trouwens vandaag aan had, had ik vorig jaar ook aan. Maar hij is zo mooi. Ik weet dus echt niet meer waar ik hem heb gekocht. Maar die is daar toch al niet meer. Dat is deze dus. Kijk dan, prachtig. Ik heb hier ook een split, maar het is zo koud, jongens. Met die korte mouwen, dus ja. Dat is wel een beetje jammer. Ik heb ook nog van die mooie hoge hakken. Die doe ik zo ook even aan. Maar ik neem wel gewoon even wat anders mee voor als ik het heel koud krijg. Maar dit is dus mijn jurk. We zitten in de auto. Het is trouwens echt super mooi weer. En er is daar dus een mooie regenboog te zien. Vind ik altijd zo mooi. Tycho ook. Tycho zei, maak eens een foto. Het is echt heel lekker weer. Dat doet me toch goed. Het heeft volgens mij echt... Het is een tijdje geleden dat de zon heeft verschenen. Verschenen bedoel ik. Echt heerlijk. Weet je wat nu nog mooi zou zijn als er sneeuw zou liggen en dan de zon? Hé, hey, dat zou heel mooi zijn. Vader. En hij heeft dus een nieuwe vriendin, maar omdat we natuurlijk corona hebben, kon hij dus niet bij zijn, omdat we anders met te veel zijn. Maar ze heeft dus een cadeautje van mij, die gewoon gekocht. Maar er ligt dus een briefje bij, echt. Oh my god, dit zijn dus de cadeautjes. En er staat, oh, ik bied mijn excuses aan, ik heb slechte cadeaus ingepakt, ik heb geen talent. Ik heb in de winkel niets gevonden dat ik wilde kopen, dus ik kocht niet wat ik wilde. Oftewel, ze verontschuldigt zich voordat ze het dus blijkbaar niet goed heeft ingepakt. Terwijl het is überhaupt al zo lief dat we wat krijgen. En waarom is het niet goed ingepakt? En dan moet je ook niet over jezelf zeggen dat je geen talent hebt. En het gaat toch om het hele idee. Het maakt niet eens uit wat het is. Het is super lief, hè pap? Heel lief. Ja, dus als ze, wat wil je zeggen tegen haar als je kijkt misschien? Nou, dat doen we wel als we het uitpakken. Oh. Oké, wij gaan nu lekker eten. Wat heb je allemaal gemaakt? Ja, een prei pastinaaksoep. En goed kies. Oh, lekker. En kaas. Rondjes. We hebben net... Oh. Ah! Nou ga je weer... Nou ga je weer gek doen voor je vlog. Nee. Ja, net als je toen je 15 was. We gingen net de Egypte en Tunesië vlogs kijken van 10 jaar geleden. Wat vond je van Tycho? Beetje gek. Wie keek me toen al tot 1000 abonnees? Deze cadeaus voor Julia en Tycho. Zo. Oh. Oh my god. Oh. Een geurkaars. Huh? Nou ja! Drie Tony's creme en zo'n mega grote chocoladebal. Dat is heel leuk. Film jezelf eens. Wat vind je daar nou van? Draai de schermen.
Ja, dat zie ik niet uit. Ik ga laten zien hoe je dat doet. Kijk, dan doe je zo. Ja, dan moet je zo vasthouden aan de zijkant en dan ver weg. Ja. Wat vind je daarvan, pap? Even omdraaien naar het licht. Zo. Kijk, zo heb je goed licht. Wat vind je daarvan? Ik vind het helemaal geweldig en heel lief en heel origineel dat ze dat gedaan heeft. Ja, maar dat is toch lief? Dat ja, was echt grappig. Dat is echt heel lief. Maar ook gewoon, dit is zo lekkere chocola ook. Ja, dat is juist de tonisch, juist wel lekker. Ja. Dat is een heerlijk. Nou, heel erg bedankt. Dankjewel, Xenia. Dankjewel. Of, ja. Mag ik je naam niet zeggen? Nou, ga ik het even mijn... Oh, heb jij ook een cadeau? Nee, dan hebben jullie even op haar. Hoi jongens, het is vandaag zaterdag, tweede kerstdag. En wij staan op het punt om te vertrekken. We gaan zo eerst eventjes mijn oma bezoeken in het revalidatiecentrum. En daarna gaan we door naar mijn moeder. Allebei in Oosterhout. Hoe? Maar ja. Diego en ik hebben net even zo'n TikTok opgenomen. Die ene van... Die? Ik ga even mijn outfitje aan jullie laten zien. Ik ben echt helemaal verliefd op deze jurk. Oh, het is hier heel koud trouwens binnen. Dus ik heb het wel erg koud. Ik moet zo ook nog even hakken aan. Dit is mijn jurk. Dit is een super mooie velvet dress. En deze is van mijn webshop. Kijk hoe prachtig. Hij heeft hier van die ruffeltjes. Prachtig. We zitten in de auto. We zijn even langs de Mac gegaan voor onze wekelijkse Mac-loket. Het is gewoon een ritueel geworden. Zelfs op kerst. Ik had er zin in. Zelfs op kerst. Maar ik had gewoon trek. En ik had geen zin om thuis te eten, want het was koud. En ik heb het koud. En ja, boeien, ik ga geen excuus. Ik had er gewoon zin in. En ik wilde een MacWrap. Nee, we hebben geen MacWrap meer. Als mijn vader dit ziet, pap, ze hebben geen wrap meer. Mijn vader die neemt dat altijd. Jammer hoor. Jammer. Hoi jongens, het is vandaag zondag. Dus avond. We hebben vandaag een beetje schoongemaakt, wasjes gedraaid, heb eruit er nu nog één. Uitgeslapen, een beetje niks gedaan. Net even boodschappen gedaan, dus dat ga ik even aan jullie laten zien. Het is echt slecht weer vandaag, heel dag regen, koud. En ja, er valt natuurlijk ook niks te doen tegenwoordig. Dus ja, dan zit je maar een beetje thuis dan. Dat is natuurlijk ook het hele idee van die lockdown. Maar ja, het is wel saai. Dus ja, je wordt er ook gewoon een beetje lui van. Maar ik geef even laten zien wat we allemaal lekker zijn gehaald. Ik heb van die Prins Mini Stars. Waren vroeger echt mijn favoriete koekjes. Popcorn. Sweet and salty. Van die mini snackies. Paprika chips. Dan hebben we witte wasmiddel. Want die is vandaag opgegaan. Wattenschijfjes. Lollies. Van die dynamietstaafjes. Oh mijn god, dat was vroeger echt mijn guilty pleasure toen ik op school zat. Ik ben heel erg vol. Zo lekker. Dat verkocht ik nu in de kantine. Karnemelk en magere drinkyoghurt. Mag je nou elke keer? Drinkyoghurt, kipfiletblokje. Maar dan heb ik nieuwe schoonmaakdoekjes. Want we hebben er altijd best wel weinig. En van die afpakbroodjes. Jambol. Twee nieuwe theesmaken. Zwarte thee, winter, kruidig en zoet. En rooibos. Want we drinken echt superveel thee. En we zijn allebei ook verkouden. We hebben geen corona, dat weten jullie. Maar we zijn verkouden. Dus ja, lekker thee drinken. Pompoen wortelsoep en broccoli spinaziesoep. Dat is altijd lekker makkelijk, zulke dingen. Hier een carpaccio hadden we met kerst ook op. En dat ging dus lekker op dat Hollandse haring en spelteierkoeken. Lekker siroop voor in mijn koffie, vanille. Het was in de aanbieding, dus ik dacht meenemen. Duitse biefstuk, beginnen we nu eten toch? Gaan we nu eten. Pompoen, dat gingen we ook nu eten. Hier in de oven, 25 tot 30 minuten. Ik zei toch. Oké. Met de aardappelen erbij. Oh, we hebben wel gewoon genoeg eten voor van de week hoor, want we hebben ook nog kies. We hebben twee kiezen, scheidkaas, spinazie en kip pesto. En we hebben ook nog vroegmaal bij. Dan hebben we lekker verse sapjes. We gaan er nu één van de twee drinken. Deze hebben we. En deze, welke zullen we nu drinken? Deze, die rode. Dan hebben we nog van die spekreepjes voor de soep en bananen. Dan hebben we neusspray. Want ja, stop de neus, Diego. En yoghurt. Dus we gaan dit even opruimen en dan zo koken en op de bank ploffen. En ja, ik had dus mijn haar vandaag gewassen met ketchup, want het was groen. Maar het lijkt alsof het nu nog veel groener is. Misschien omdat ik een groene trui aan heb, maar ik kijk even naar mezelf. Maar het ziet er echt niet uit op dit moment.
En voor de mensen die denken, je haar is krokant. Ja, dat is gel. Maar als het helemaal opgedroogd is, dan scrunch je dat eruit. En dan heb je gewoon mooie zachte krullen. En nu ziet het er niet uit, I know. Oh, ik schrik ineens. Maar ik heb tandpasta hier, want er zit een puis. Maar we zijn aan het eind gekomen van de weekvlog. Doe in ieder geval je duimpje omhoog als je het leuk vond om te kijken. En dan hoop ik natuurlijk dat je de volgende keer ook weer komt kijken naar de nieuwe weekvlog. Doei, doei! En ik wens jullie trouwens alvast een gelukkig nieuwjaar. Want deze vlog komt volgens mij net voor het nieuwjaar online. Dus dat wou ik nog even zeggen.